niet tegen. Goed, dat om het begin. Als u alles wilt begrijpen, nou ja, ik zal niet zeggen dat u alles, ik begrijp ook niet alles, laat ik maar zo zeggen. Maar als je alles in een kader wilt zetten, moet je heel ver weer terug. Dus ik ga met u bij het allereerste begin beginnen. U zult straks zien waarom. Ik hoop niet dat ik u uit hoef te leggen waar Canaan of Palestina ligt. En dat ligt hier, in het Midden-Oosten. En het maakt traditioneel onderdeel uit van wat wij altijd de vruchtbare halve maan noemen. De vruchtbare halve maan die u hier weergegeven ziet, is de geboortegrond van veel beschavingen. Ik laat even de Chinezen buiten beschouwing, want die liggen natuurlijk weer heel erg anders. Ik laat de Indus ook even buiten beschouwing. Maar hier komen de Sumeriërs, hier komen de Mesopotamiërs, hier komen de Assyriërs, de Babyloniërs, de Persen. Alles komt hier uit de vruchtbare halve maan vandaan. En als u het even doortrekt, en dan moet u even een stukje door de Sinaï-woestijn heen, komt u ook automatisch in Egypte uit. En u ziet dat hier vervolgens... laat ik zeggen, Palestina bij die vruchtbare halve maan hoort. Dat is heel erg belangrijk. In het midden ziet u een groot geel vlak, of wit vlak in dit geval. Dan denk ik van waarom hoort dat er niet bij? Ik neem u even mee hoor naar deze kader, zodat dit het simpelste voor u uit te leggen. Ik weet niet hoe bijbelvast dat u bent, maar als u een beetje bijbelvast bent, kent u misschien de beroemde regel dat Abraham uit Ur der Galdeën, en Ur der Galdeën ligt hier, vertrok naar het beloofde land. En dat is dus hier. Dus als Abraham vertrekt uit Ur der Galdeën, dan zal hij zo rondgereisd zijn. Hij zal niet zo rondgereisd zijn, want er ligt namelijk woestijn. Dus daar kun je allereerst, kun je daar met je, als je herder bent, kun je daar met je kuddes niet doorheen. Sterker nog, in de periode waar u hier naar kijkt, 1450 voor Christus, 2000 jaar voor Christus, kon je daar sowieso niet doorheen. En waarom kon je daar niet doorheen? Heel simpel gezegd, vandaag de dag zouden wij de woestijn oversteken met behulp van kamelen en dromedarissen. Maar een kameel en dromedaris was in deze tijdperk nog niet gedomesticeerd. Dus werd niet gebruikt als lastdier om bijvoorbeeld de woestijn over te steken. Dus dat betekent ook dat als u bijvoorbeeld in de Bijbel leest verhalen over Abraham en Jacob en grote verhalen over dat zij grote kuddes hadden met onder meer kamelen en alles die daarbij zit, dan weet u dat dat historisch gezien niet helemaal correct is. Maar dat is natuurlijk niet zo heel erg vreemd als u bedenkt dat die teksten rond ongeveer 600 voor Christus definitief op papier gezet zijn. Kijk, als u, zeg maar in 600 voor Christus, uw kleinzoon op bezoek had en die zei van opa of oma, overgrootvader, die veel kudde had hij, wat had hij al, had hij ook veel schapen? Ja, had hij ook kamelen? Ja, tuurlijk had hij ook veel kamelen. Ja, weet jij veel dat er destijds geen kamelen waren, althans niet als huisdier zijnde. Dat als allereerste. Het tweede wat u zich moet bedenken is dat het een vruchtbaar gebied is, maar dat het tegelijkertijd een gebied is waar drie continenten eigenlijk op elkaar stuiten, ruigweg. Europa aan de bovenkant, Afrika aan de onderkant en Azië zeg maar aan de rechterkant, als u begrijpt wat ik bedoel, in het oosten. En dat betekent ook dat daarmee constant beschavingen op elkaar botsen. Mocht u ooit de ambitie hebben om een dictator of een grote wereldleider te worden of een grote internationale politieke carrière te beginnen, kan ik u één ding zeggen. Begin nooit aan dit gebied, aan het Midden-Oosten. Het is altijd gedonder, het is altijd in de geschiedenis het geval geweest. We kennen maar één periode met één man die er in staat is om dit helemaal te beheersen en relatief onder controle te hebben. En dat is Alexander de Grote geweest. En verder is het bijna altijd een kwestie van dat rijken op elkaar stuiten. Laat ik u even een voorbeeld geven, dat zult u direct ongetwijfeld herkennen. Kijkt u hier maar even naar. In het zuiden heb je natuurlijk Egypte liggen. Dat duizenden jaren, mag ik eigenlijk wel zeggen, oude Egyptische Rijk. Dat Egyptische Rijk heeft natuurlijk de neiging om zich te expanderen. Als je wilt gaan expanderen, waar kom je dan langs? Hier in het noorden had je bijvoorbeeld een beetje vanuit de centrale, Eurasische
De wereld, Klein-Azië, laat ik het zeggen, de wereld van Turkije, tegenwoordig Griekenland, had je het Rijk van de Hittiten zitten. Later heb je daar de Grieken zitten. Waar botst dat op elkaar? Hier. Als je hier rijken hebt van de Assyriërs of de Babyloniërs of van de Sumeriërs of wat dan ook, en die willen expanderen, waar botst dat op elkaar? Daar. Dus je hebt altijd gedonder in de glazen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, vandaag predikt Harry weer, moet u even weten. Brand uw vingers er niet aan. Het is een vruchtbaar gebied, was het vroeger. Nu is het allemaal wat minder vruchtbaar, hè? Ook als je in Irak onder meer komt. Om heel simpel te zeggen, Irak is het vroegere vruchtbare Mesopotamië, is met name minder vruchtbaar geworden door verzilting. Dat klinkt een beetje, dat heeft niks met overstromingen te maken, maar u moet zich voorstellen, de rivieren daar, er is jarenlang irrigatie bij gepleegd. En u weet het, als je elke keer water ergens bovenop legt, blijft er een kleine laag zout, kristallen, et cetera, achter. En als je daar niet geen maatregelen tegen neemt, dan krijg je op een gegeven moment verzilting van de bodem. Zelfs als je zoet water gaat gebruiken. Als je naar de Nijl, en mensen vragen altijd af van waarom gebeurt het dan bijvoorbeeld in Egypte bij de Nijl niet. Maar dat komt omdat de Nijl natuurlijk de traditie had dat het niet alleen water was, maar dat het ook slip is. Begrijpt u wat ik bedoel? Slip. Dus het is meer dan alleen dat. En voor Palestina geldt de regel. Ook Palestina was een heel vruchtbaar gebied. Met olijfbomen. En denkt u alleen maar aan het beroemde verhaal van de ceders van Libanon. Waarover gesproken zijn. Maar dan zie je dat met name in de islamitische periode. Dus zeg maar na de tijd van de Romeinen. En het begint waarschijnlijk al in de tijd van de Romeinen. Zie je dat daar op grote schaal ontbossing plaatsvindt. En verwaarlozing plaatsvindt. En dat maakt dat gebied natuurlijk vervolgens tot een halve woestijn. En dat moet je natuurlijk de Zionistische kolonisten nageven. De Israëlische kolonisten nageven. Dat ze van dat bijna ogenschijnlijk onvruchtbare Israël vervolgens weer een heel vruchtbaar land hebben weten te maken. Goed, dat als aan. En het is natuurlijk een heel belangrijk punt voor de wereld van handelsroutes. Je moet daar natuurlijk sowieso langs. Tot op de dag vandaag aan toe. Denkt u even terug aan de 19e eeuw. Want ook dat komt straks natuurlijk om de hoek zetten. Als onder meer de Engelsen natuurlijk India hebben als kolonie zijnde, dan wordt het graven van het Suezkanaal gigantisch belangrijk. En dat betekent dus dat dit een van de grote, de levensader wordt voor het Britse koloniale rijk en ook voor ons. En dat is het tot op de dag van vandaag. Als tijdens de coronacrisis er één schip dwars gaat liggen in het Suezkanaal, moet u een half jaar wachten op uw koelkast. Ja, dus het is nog steeds, en vandaag de dag komt er nog steeds qua vruchtbaarheid en zijn ervan afhankelijk voor olie en gas en al dit soort zaken meer. Het is gewoon een heel erg belangrijk gebied. En het is een gebied waar altijd, zou ik bijna willen zeggen, om gevochten is. Omdat die rijken daar op elkaar stuiten. En dan voelt u me wel aankomen, het gebied van Palestina is daar natuurlijk, ja, een van de gebieden waarom gevochten wordt. Ik wil u daar één voorbeeld van geven en ook een soort van een verduidelijking van geven. Wat u hier namelijk ziet. Ik heb hier Armageddon staan. Als ik direct bij mensen roep van het Armageddon komt, dan denkt u van de dag des oordeels is daar. Dit is de eindslag tussen Satan en God en de engelen en de duivels en weet ik veel wat allemaal meer. Dan moet u zich wel bedenken dat dit uit de joods-christelijke traditie van de Bijbel vervolgens voortkomt. En historici die zeggen zoiets van ja, Armageddon. We weten donders goed wat Armageddon is. Armageddon is namelijk gewoon een historische plaats waar in het verleden veel veldslagen plaatsgevonden hebben. En Armageddon is eigenlijk niks anders dan een verbastering van het woord Megiddo. En Megiddo ligt hier, bovenaan in Israël, het ligt in een dal.
waar nodig een gebakkelei geweest is, mag u rustig weten. Ik pak even dit voorbeeld, is altijd wel aardig om te zien. Ik doe het even omgekeerd. In 1918, bijvoorbeeld aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, heeft daar een cruciale veldslag tussen het Turkse Rijk en de geallieerden plaatsgevonden. Wat dus ongeveer het eind van de oorlog heeft betekend. Als je helemaal teruggaat, heeft daar een hele cruciale slag volgens mij plaatsgevonden tussen de Egyptenaren en de Hittiten. Dan zit hij in de 1457 voor Christus. Maar als u in de Bijbel gaat kijken en daar het begrip Armageddon gaat denken, en waar die betekenis voor de christelijk-joodse traditie vandaan komt, die komt uit 609 voor Christus. Dan moet u even één ding bedenken, dat als u het oude, kunt u mij nog volgen, want ik ratel het over u heen. Maar wat u zich moet bedenken, hè, dat als u naar het Oude Testament kijkt, naar de Tora en de Tenach en dat soort bijbelboeken meer, die hebben uiteindelijk hun schriftelijke vorm gekregen in een periode ongeveer zeg maar, van 600 tot 500 voor Christus. Die dateren we ergens in de 6e eeuw voor Christus. En wat zien wij gebeuren in deze periode? Vlak voor deze periode hebben wij namelijk in het zuidelijke koninkrijk van wat Juda heet op dat moment, een koning Josia rondlopen. En ik ga dit even heel kort door de bocht, hè, zoals historici dat mogelijkerwijs zien. En deze koning Josia die heeft geprobeerd om weer een grote koninkrijk van David opnieuw leven in te roepen. Koning Josia heeft daarvoor allerlei dingen aangewend, denken wij. En een van de dingen is dat de wereld van de religie, met een grote nadruk op Jeruzalem, met een grote nadruk op de tempel in Jeruzalem, met een grote nadruk op monotheïsme, om iedereen eigenlijk achter zich te krijgen. En het idee daar namelijk achter is, en als je maar de rituelen goed doet en die tempel een hele belangrijke functie hebt, dan zal Yahweh uiteindelijk aan onze kant staan en dan zullen wij weer een groot en machtig koninkrijk worden. En die ambities worden dus vervolgens de kop ingedrukt, zou je kunnen zeggen, vernietigd in de slag bij Megiddo, van deze cruciale koning in de ontwikkeling van het Joodse geloof in 609 na Christus. En dat betekent dus dat er ook constant weer naar verwezen wordt. He, Megiddo is de ondergang van, bij wijze van spreken. Kon u dat een beetje volgen? Goed, hier gaan wij dan uiteindelijk. Is wat ik u ook al gezegd heb, even, ja, ik ratel het over u heen. Wat u heel goed in uw achterhoofd moet houden, over alles is discussie. Dus in die zin, de een is voor de Palestijnen, de ander is voor de Joden. En wat je ook zegt, alles kan tegen je gebruikt worden. En het zit natuurlijk vol emotie. Dus dit is al één ding waar ik mij niet aan ga branden. Het tweede geldt dat natuurlijk ook voor de geschiedenis van de Joden zelf. En zeker over de vroege geschiedenis van de Joden zelf. Daar kennen wij tegenwoordig, zo noemen wij dat vaak, twee stromingen in. Dat zijn de maximalisten en de minimalisten. De maximalisten, dat zijn mensen die er eigenlijk van uitgaan dat alles wat er in de Bijbel staat, dat dat eigenlijk waar is. En het enige wat je hoeft te doen is te gaan graven in Israël om te bewijzen dat dat ook inderdaad zo is. En sommige mensen kennen natuurlijk, of kennen misschien dit boek, wat volgens mij ergens in de jaren 60, 70 gepubliceerd heeft. Dat heet met een mooie titel. En de Bijbel heeft toch gelijk, zo ongeveer. En dit was de traditie die we in archeologie heel lang kennen. En dat men eigenlijk ging graven in Palestina om gewoon te laten zien dat de Bijbel gelijk heeft. U voelt hem wel aankomen, daartegenover staat vervolgens een andere groep op, dat zijn de minimalisten, en die zeggen dat het allemaal één groot sprookje en allemaal onzin is. En dat je het gewoon, zeker in de beginfase, allemaal niet serieus moet nemen. Daartussenin heb je een hele scala van opvattingen. Ik zeg altijd, de waarheid zit ongetwijfeld ergens in het midden, om het zo maar eens eventjes te zeggen. Maar dat betekent dus dat je voor alles, en dat zal ik vanmiddag eigenlijk ook gaan doen, verschillende visies hebt. Dus wederom, ik heb de waarheid niet in pacht. Wederom, gooi mij niet in de gracht hier. Nog eens heeft het gelukkig gevroren, dus ik heb grote kans dat ik niet kopie onder ga. Maar je krijgt het wel koud, zeker als ik daar terecht ga komen. Kijk, het leuke is wat u hier bijvoorbeeld ziet, hè, de Bible Unhurted van meneer Finkelstein en Zilberman.
De maximalisten zullen dit een minimalistische visie vinden, terwijl het eigenlijk een visie is die een beetje in het midden zit. Maar als u dit boek gaat lezen, niet dat u dat per se zult moeten gaan doen, krijgt u een hele andere geschiedenis van het vroege Israël dan dat u in de Bijbel aan zult treffen. Maar hij doet dit dus op basis van archeologische opgravingen en dat is iets anders dan wat u zeg maar in Genesis en Exodus tegenkomt. Goed. Nou, ik hou u in eerste instantie even vast aan het Bijbelse gegeven, want dat is heel erg belangrijk in dit verhaal.